Doordat we onszelf niet kunnen herkennen, dat we zelf niet kunnen erkennen in de basis al, van dat er een beweging is in onszelf naar beneden, frequenties naar beneden, dimensies naar beneden, gevoelens naar beneden, naar de donkerte en de zwaarte, naar depressieve gedachten, manisch-depressieve gedachten, noem alles maar op, kunnen we onszelf niet vangen. En we kunnen onszelf alleen maar vangen. Als we weten in wezen wie we zijn en dat we weten in de diepte wie we zijn. Dus wat we zijn, wie we zijn. Wat we zijn is ziel of essentie, essentie, essentie licht. Maar wie ik ben is ook mijn vangnet. Mijn geloof, mijn spirituele geloof is hetgene wat me vangt, wat me draagt, wat me vasthoudt en draagt. Maar hetgene wat me vangt, wie me vangt, is ook een soort enorme baseline van zelfkennis. Dus dat is een, mijn persoonlijke identiteit, dus de persoonlijke identiteit Marieke van mij, is de vangnet van Marieke. Als Marieke het niet meer weet, Marieke heeft een postnatale depressie gehad van twee jaar lang. Het was vrij donker, dus als er mensen aanwezig zijn vanavond met depressieve klachten, I feel you. I really feel you, dat is donker, dat is zwaar, dat is tough. Dat is dat je ook gedachten kan hebben en die heb ik zelf ook gehad van, hmm, als dit zo oneindig door blijft gaan, dan, dan weet ik het niet hoor of ik dit wel wil. En dat is heel eerlijk, maar het begint dus bij de eerlijkheid. De eerlijkheid van het erkennen van de gedachten die er zijn en de erkenning van de gedachten waar de emoties van aangedraaid worden. En doordat we gaan erkennen dat we dat soort gedachten hebben, kunnen we op een gegeven moment ook zeggen, hé, hey, maar dat is, staat zo ver van mij af. Dat staat zo ver van mij af. Zo'n gedachte, zo'n gevoel. En zo'n gevoel is, is welkom. Want zo'n gevoel was voor mij vroeger ook best wel vaak aanwezig. Vroeger van alleen zijn, onveilig, overprikkeld, uh, ontzettend veel stress. Stress van. Huiselijke sferen, stress van ouders, stress van school, stress van vriendjes en vriendinnen, is allemaal opgezogen. En dan krijg je een system error: die lood, hoe je dat ook moet zeggen, overload. Maar door spirituele ontwikkeling, door uh, andere ervaringen die, die ik heb. Mogen hebben in mijn leven die ook heel uh, intens en uh, uh, de grotere aspecten in het leven aantikken, zoals bijvoorbeeld de doodgaan en weer terugkomen. Dus Dat is de grootste, dus laten we die gewoon gelijk op de tafel zetten. Kan je dus op een gegeven moment ook in, in die storm van depressiviteit of somberte. Of verdriet of heartbreak of. Tense eenzaamheid of hè, wat we nu allemaal ervaren met een avondklokje erbij. Maar oh ja, wacht even, maar wie, wie ben ik? Wat is mijn persoonlijke identiteit? Wat is de identiteit van dit lichaam? Wat is de kast? Oh ja, oké, okay, weet je wel. Ik zit in een de postnatale depressie. Ik herken en ik herken wat ik nu denk en voel en ervaar. Maar het staat, het staat ver in mezelf. Maar dat betekent dus ook dat ik mezelf kan helpen. Ik kan mezelf redden. Ik kan mezelf redden. Want als ik dit al een keertje eerder gevoeld heb en ik ben nu uh, 30 jaar verder, dan betekent het dat ik me kan redden. Maar ik ga me anders redden. Ik red me anders. En hoe gaan we onszelf anders redden? Anders redden is om hulp vragen. Eén. Nummer twee is, is dat je heel mentaal gaat kijken naar de verwarringen allemaal die verweven zijn in je hersenpan. En dat je die gaat leren ontwarren door middel van psychotherapie, EMDR, traumaverwerking en noem zo maar op. Hypnose, uh, reizen is ook een goede daarvoor. En dan... Daarin neem je op een gegeven moment ook een bak mee met spirituele ontwikkeling. Maar het is heel heel belangrijk omdat je jezelf wil dragen, je fundament. Wie ben ik? Kan ik op mezelf terugvallen? Kan ik op mezelf bouwen? Als ik, als ik terug kan vallen, betekent het dat er een, een stevig en goed fundament in mezelf aanwezig is. Waardoor ik kan zeggen: van ja, maar ik ga mezelf redden. I'll, I will make it. I will, I will do it. Uh, ik loop die, uh, die berg wel op, maar ik red mezelf. En doordat je gaat leren hoe je jezelf gaat redden, gaat je zelfvertrouwen ontzettend groeien en merk je dus dat de veerkracht in jezelf weer aangaat. Maar je bent niet zo geboren en dus ergens gaandeweg zijn er events geweest. Die iets in je aangewakkerd hebben. Een overtuiging. Die uiteindelijk zo ontzettend opgestapeld zijn. gedurende de jaren, tientallen jaren. Totdat er uiteindelijk een soort breakpoint komt. En de breakpoint, of laten we het noemen. de. ontwakening. is de opeenstapeling van al die overtuigingen. en dat het het lijf. het hart. Het niet meer kan verdragen dat er zo met onszelf omgegaan wordt. En dan gaan de stekkers eruit.